Broski, welkom of welkom terug op mijn kanaal. Je kijkt naar de FIFA 22, Barcelona Career Mode. Mijn naam is Dwayne Star en dit is aflevering nummer 11. Voordat we gaan beginnen aan deze aflevering, vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Kunnen wij voor deze aflevering minimaal de 100 likes bereiken? Als je aan het kijken bent en je vindt deze serie interessant, maar je bent nog niet geabonneerd, abonneer dan nu op mijn kanaal als je mij wilt blijven volgen. Vergeet dan niet om je belletje aan te zetten, want dan krijg je meteen een melding nadat ik heb geüpload. Broskies! We hebben sowieso nog maar 2 afleveringen dit seizoen te gaan. Volgens mij viel mijn geluid van mijn microfoon weg. In ieder geval, we hebben nog... Weer, wacht even. Wat de... Wacht even hoor. Ik ga even wat fixen hier zo, want het gaat niet zo goed. In ieder geval, we hebben nog sowieso 2 afleveringen te gaan dit seizoen maar. Want we hebben nog maar 2 maanden. Maar wij hebben een 4 van het bestuur gekregen. Dat betekent dus een onvoldoende. Het kan dus elk moment fout gaan. Elk moment kunnen wij ontslagen worden. Ik hoop het natuurlijk niet, maar het wordt sowieso kantje boord. Zoals ik al zei, we hebben nog maar 2 afleveringen te gaan. We zitten in de maand april, daarna komt de maand mei. We hebben in de maand april, even kijken, 5 wedstrijden. In de volgende maand hebben wij 4 wedstrijden. We spelen er sowieso 3. Maar we hebben een 4 van het bestuur gekregen. Dat betekent dus elk moment kan het fout aflopen voor ons. Ja, dat we gewoon ontslagen worden. Ik hoop het natuurlijk niet, maar de kans is aanwezig. Nou, op dit moment zitten wij op plek 8. We gaan even kijken. We hebben niet... Wie is nummer 1? Atletico Madrid. En ja, ik denk dat die het wel gaan halen. 8 punten is dat verschil. Ja, het kan allemaal nog een fout gaan voor Atletico, maar ik denk het niet. Maar wij staan op plek 8. Het verschil met Villarreal is 4 punten. Maar we moeten gaan kijken naar de nummer 4. Champions League natuurlijk. 6 punten. Oké, er is werk aan de winkel. We gaan even kijken naar het schema. Maar voor... Wacht even. Eerst even kijken naar dit. Hoe presteren wij? Topscorer Suarez. Dat doet gewoon elke keer pijn als ik dat zie. Wij hebben Depay met 13 doelpunten. 10 minder dan Suarez. 10 minder dan Suarez. Ja, oké. Dat is wel echt pijnlijk. Man van de assist hebben we Depay. Oké, dat doet hij dan wel weer goed. Maar wat wou ik even kijken dan? Oh ja. Het schema. Even kijken. Sevilla, Levante en Real Sociedad. Perfect trouwens. Want de wedstrijden tegen... Die naam ben ik alweer vergeten. Wauw. Ik ben het alweer... Cadiz, toch? Cadiz en Mallorca. Die gaan we simuleren. En dat zijn thuiswedstrijden. Dat is makkelijker om te doen. Want ja, je weet hoe het werkt. Maar goed. Even terug naar de realiteit. We hebben een 4. Als wij een wedstrijd verliezen, kan het gewoon elk moment klaar zijn. Ik moet het zeggen, want het kan zijn dat deze aflevering gewoon een stukje korter wordt. Ik hoop het niet natuurlijk. Want ja, weet je, Barcelona, daar heb ik gewoon gefaald. En dat is lang geleden, man. Dat is echt lang geleden. Ik kan me het niet eens meer herinneren. Wanneer ik gewoon... Dat ik gewoon ontslagen ben. Nee. In ieder geval, we gaan beginnen. Het elftal. Ter Stegen, Alba, Lenglet, Araujo, Roberto, Busquets, Gavi, De Jong, Depay, Torres, Messi. Nou, ja, ik heb Torres. Alleen, Messi is zijn plek kwijt. Alleen, weet je wat? Eén ding, moet ik wel eerlijk zeggen. Ik heb wel spijt dat ik Dembele heb verkocht. Ik mag het gewoon zeggen, toch? Ja, man. En een paar van jullie zeiden, ja, Dembele gaat zijn contract vernieuwen. En ja, ik dacht alleen van, Dembele, hij heeft eigenlijk nog niks gepresteerd bij Barcelona. Altijd geblesseerd geweest. En ik dacht, Messi, mooi om te zien terug bij Barcelona. Maar Messi laat ons een klein beetje in de steek. We hebben dus, even kijken, Fati. Dat gaan we gewoon doen nu. Eerste wedstrijd is volgens mij wel de meest lastige, hè? Want Sevilla doet het beste van iedereen, van de teams in de maand april. Sevilla staat op plek nummer 4 met 53. Als we kunnen winnen van Sevilla is het gat 3. Oké, deze moeten we winnen. Ah, we spelen thuis. Thuis doen we het zo slecht. Als we... Nee. We moeten winnen. Maar goed, dan ga je kijken naar Sevilla. Ze hebben Koundé, Diego Carlos achterin. Dat zijn 2 hele goede. Natuurlijk ook Navas, de aanvoerder, een hele goede. Is dat Emre Can? Hebben ze hem gekocht? Suso voorin samen met
Nesiri en Ocampos. Dat zijn gewoon hele goede spelers. Maar wij hebben toch een paar. Ja, kom op man. Dit is de wedstrijd. We moeten gewoon winnen. We moeten gewoon winnen. Ja, heel simpel. We moeten gewoon winnen. Ik moet weer even goed zetten. We moeten gewoon winnen. We spelen thuis en thuis zijn we gewoon heel slecht bezig. Ik had niet verwacht dat we het zo zwaar zouden krijgen in La Liga. Ik wist wel, oké, weet je, we gaan wel natuurlijk, we gaan niet vechten voor de landstitel, maar ik dacht wel echt gewoon top 4. Of in ieder geval een plek voor een Europese ticket, zeg maar. En ook dat is het hem nu nog niet. Amerikanen, ja, ze hebben nog gekocht. Lastig. Maar goed, het is nog niet voorbij. Waar gaan ze hem heen gooien? Ik denk hier gewoon, ja. Dat komt niet aan. Het lukt niet om die baaf te pakken. Hij stuit het als het ware gewoon weg. Hij stuit het gewoon weg, man. Dit is de reden waarom wij misschien worden ontslagen. We zijn gewoon niet in staat om thuiswedstrijden te winnen. Ja, Barcelona is gewoon in een hele slechte periode beland van de club. Torres kan het doen. Recht op de keeper Bono. Mooie kans. Twee man. De Jong en Roberto. Beide niet in staat. Dat had 2-0 moeten zijn van Sevilla. Heel eerlijk. Maar we leven nog. Hier hebben we Sevilla met Acuna voorbij aan Roberto. Maar Roberto is een goede rechtsback. Onze beste speler. En dit is waarom ik dat zei. Jongens, prachtig. Roberto, dit keer niet. Dit moet... Oh, we verdedigen gewoon niet. Hij kon die bal gewoon wegkoppen. Maar kijk wat hij doet. Laat het maar niet zien, nee. Ongelooflijk. Ja. We moeten die gelijkmaker maken. Want anders, als ze die 2-0 maken, kunnen we afscheid nemen. Blijf maar lekker bij het speel lopen. Ik snap dat echt niet hoor. Het wordt Depay. Memphis Depay! Terug in de wedstrijd. Ik zei het van tevoren. We zijn terug in de wedstrijd. Einde van de eerste helft. En nu doen wij het. Is dat de camera? Ga maar daarin. We geven de hoop gewoon niet op. Tot het bittere einde. Ik weet het is lastig. Maar we strijden. Sowieso. Landskampioen worden dit seizoen gaat hem sowieso niet worden. Dat niet. We moeten wel echt ervoor zorgen dat wij gewoon kwalificeren voor de Champions League. Depay scoort. En we zijn terug in de wedstrijd. Dit deed hij eigenlijk al. Vanaf het moment dat ik hem speelde als linksbuiten begon hij deze schoten te maken. En hij doet het gewoon weer. Frenkie! Je doet het gewoon nooit voor ons. Nooit. Frenkie scoort zo weinig. 1-1 tegen Sevilla. Sevilla staat boven ons trouwens. Hè? Dus ja, we spelen wel tegen een goede ploeg. Hier hebben we Roberto. Doet wat hij doet. Oh, wat doe je? Wat ga je? Wat? Ah, kom op, jongens. Weg, 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 weg. Wauw, we komen er goed weg. Hier hebben we Gavi. Grootste talent van Barça. Alsjeblieft, win een duel. Frenkie, Frenkie. Fati! We scoren, man! Weet je... Ah, heerlijk jongens. Lekker. We staan gewoon voor. Kom nou, we staan voor. Daar is de camera. Je gaat waarschijnlijk niet naar de camera. Dus ligt het aan mijn stick? Ik weet niet. We staan voor met 2-1. Ik weet niet wat ik moet denken nu. Want ik heb het gevoel dat Sevilla gewoon gaat winnen. Maar ja, dat komt gewoon omdat we gewoon nooit thuis kunnen winnen. Niet eens gelijk spel. Het lukt thuis gewoon niet. Hier hebben we Araujo. Hier hebben we Mbinho de Paiño. Hij heeft een klein beetje ruimte nodig. Ga! We gaan de wedstrijd winnen. We gaan de wedstrijd winnen. Oh, ga naar de camera. Die camera werkt. Die camera werkt niet, man. Ja, 3-1, sorry. 3-1. Die breekt bijna zijn rug, de Paiño. Klein beetje ruimte.
werd aan zijn shirt getrokken. Ik kreeg niet eens een voordeelteken van de scheid, bro. Kijk daar, jullie zien het allemaal. Ik kreeg niks, maar maakt niet uit. Er is geen ruimte voor Messi meer bij Barcelona op dit moment. Het klinkt heel gek om te zeggen. Maar ja, we zijn natuurlijk, ja, weet je. Wacht even. Focus op de wedstrijd. Focus op de wedstrijd. Zuzo, kan hem geven? Wat? Hoezo is hij zo magisch bezig, hij? Hij houdt hem tegen. Aanzoek. Lekker, Mark. Onze beste wedstrijd. Dit is onze beste wedstrijd. Met Barça. We spelen tegen Sevilla. Laat die camera maar zitten. Vier het maar. Dit is onze beste wedstrijd. Als wij winnen. Ja, oké. Okay. Het bestuur. Oké, we hebben een 4, hè. Hopelijk stijgt het nu naar een 5 of zo. Weet je toch? Of een 5-5. Weet je toch? Net aan een voldoende. Maar ik denk het niet. Wow. De bye. Met de hat-trick. Maar ik denk het niet. De pijn met de hat-trick! De pijn met de hat-trick! De pijn met de hat-trick! Wacht even! Hoezo winnen wij met 5-1 van Sevilla? We hebben zoveel wedstrijden gespeeld waarin wij gewoon pakslaag kregen of gewoon totaal niet eens een kans hadden. Nu winnen wij met 5. Ik ga niet klagen, maar snap je de bedoeling van hoe? We hebben onszelf zo in de problemen gebracht. Oké, ja, oké. Kijk, Fati speelt nu als rechtsbuiten. Messi op de bank. En blijkbaar werkt het ineens. Ik weet het niet, man. Ik weet het niet. Gavi op. Misschien Menvinho de pijp voor zijn 4e. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk! What? Op de paal. Wauw. Zuzo. Ze komen daar prachtig uit. Ik weet het niet. Oké, wacht. Ik heb een andere... Wissel de juiste man. Wat een counter. Het is Torres. Kom naar binnen. Oh my god. Golazo. Zag je die kapbeweging van Torres naar links? Kijk, deze. Afgelopen! Dit kan wel een mooi resultaat zijn, maar kunnen we dit vasthouden de volgende wedstrijden? El-Nesiri. Jullie verliezen met 6-2 en dat is wat je wil gaan doen? Ja, dat is wel een mooie actie. 6-2. Jammer van dat doelpunt. Want dat was... Maar goed, 6-2. En de man van de wedstrijd is Memphis Depay. Ik weet niet wat ik moet denken. Want we hebben dus nu nog 2 wedstrijden te gaan. En het is gebleken dat wij gewoon dit niet kunnen vasthouden. Dus ik ben echt benieuwd. Maar goed, Depay met de hat-trick. Maar wacht even. Samen gaan we dit even oplossen. Hè? Even de logica. We hebben dus de wedstrijd gewonnen met 6-2. Voor deze wedstrijd hadden wij een 4 van het bestuur. Na de wedstrijd hebben wij een 3.8. Er is totaal geen logica, bestuur. Dus wacht even. We gaan naar de volgende wedstrijd. Het is wat het is. De volgende wedstrijd is tegen Levante. Nou, Levante deed het niet verkeerd als je gaat kijken naar de andere tegenstanders op plek 13. Zoals ik al zei, niet verkeerd. Even kijken, wij staan op plek 7. Plek 7. 1 punt minder dan Real Madrid. 1 punt minder. Het verschil met Sevilla is nu 3. En ook Real Sociedad. We gaan het opnemen tegen Real Sociedad. Deze aflevering. Het moest zo zijn, we kunnen nog terugkomen. Maar ja, we hebben gewoon een 3.8 gekregen na de 6-2 overwinning. Dus ons cijfer is gewoon naar beneden gegaan na een overwinning. Oké.
We hebben de wedstrijd tegen Levante. We hebben net de stand gezien. We staan er beter voor nu, natuurlijk, want we hebben gewonnen. Als we winnen nu, ja, als. Maar ja, op bezoek zijn we, doen we het beter. We spelen met dezelfde 11 tegen Levante. En hopelijk kunnen we eindelijk nu ons niveau vasthouden. Het kan niet zo weer zijn, de eerste aanval. Het was gewoon bijna gelukt, hè. Maar bijna, maar niet helemaal. Frenkie, Ferran Torres. Daar is Mempinho de Pai. Mempinho de Pai! Meteen afmaken, we moeten meteen afmaken. We kunnen dit niet te lang blijven doen, maar ja, goed. Eerste schot. Bijna. Aan de kant, Roberto met de voorzet. De Pai komt daar nooit bij. Kom op, Frenkie, ga erheen. Afvallende ballen. Blijf een probleem bij FIFA. Probleem voor... Nee, geen probleem. Probleem voor Barça. Wat voor paas is dat? Geen buitenspel. Geen buitenspel. Hebben we Memphis de Pai? Memphis de Pai! Oh, oké. Okay. Dus ik zei net, na zijn eerste schot, dit kunnen wij niet te vaak doen. Dit is kans nummer 8. Ik zeg dingen niet zomaar. Kom op, hé. Hey. Kom op, de Pai. Gavi vraagt om de bal, maar waarom? Als je achter de verdediger staat. Torres! Nee! Golazo! Ah, we hebben geluk. Oh, ik wou bijna... Zoveel moeite. Maar we staan gewoon vol met 1-0. En Torres scoort zijn derde in 2 wedstrijden tijd. Gavi met de assist, maar kijk hier. Oh, die redding. En ik dacht, hij gaat er niet in. Hij gaat er gewoon in. Het geluk is aan onze zijde nu. Wat is er gebeurd? We hebben gewoon geluk nu. Ferran Torres! Met het doelpunt. En we staan voor tegen Levante. Memphinho de Peninho. Geen overtreding. Serieus niet? Dus als ik die slijding... Oké, dan wil ik het zien. Counter van Levante trouwens. Oh mijn god, waarom is die counter zo... Waarom laat je deze man zo open? Waarom? Oh. Kijk maar, kijk hier. Kijk. Kijk, hij laat hem zo open. En dit is wat ik al had voorspeld. Die misses van Depay. Er is een reden waarom wij zulke ballen ineens missen. Pak hem. Waarom hebben we dat... We hebben geluk. Want je wou niet geven in één keer op Ansu. Daar is Torres! Deze kansen moeten we afmaken. Dit is al de... Maar goed, het staat gelijk. Geen paniek, jongens. Geen paniek. Hoofd, kopje erbij. Focus. Geen paniek. We moeten gewoon scoren. En we hebben al 3 kansen gemist. 2 keer van Depay. 1 keer net van Torres. Wat doe je? Ik wil wel laten zien. Dus ik wou die paas geven op Torres. Ik ga alles laten zien. Alles. Hier. Dat lijntje. Kijk. Kijk wat er gebeurt. Dus... Frenkie staat daar. Ik wil die paas geven op Torres. Hier zie je dat lijntje. Nou, dan gaan we inzoomen. Wat doet FIFA met mijn paas? Hier, de paas. Kijk wat hij doet. Zie je dat? Dat zijn kleine dingen. Dan weet je dat het script is. Nou. We hebben nog steeds de bal. Dat dan weer wel, maar... Volgende kans! Oh, lekker man. Ze gaan ons niet tegenhouden, denk ik nu. Ik denk dat we het nu wel kunnen waarmaken. Ik denk het wel. Niet doen. Kijk waar die bal heen vliegt. Naar wat zijn naam ook is. Niet doen. Hey, kom op. Oh, kom. Oh, dit is niet te geloven. Gavi. Het mooiste doelpunt die ik heb gemaakt in FIFA 22. Misschien niet. Misschien wel. Ik weet het niet. We gaan winnen. 3-1. Kijk naar het doelpunt. Kijk naar het doelpunt van Ansu Fati. Hij draait weer terug naar binnen. Hou op.
Kijk maar. Vanaf deze hoek kan je het misschien niet eens zo goed zien, hè. Andere hoek misschien? Ja, deze. Kijk. Hij draait naar binnen gewoon. Memphis Depay. Memphis Depay! Wat was dat, Gavi? Gaan ze weer een mooie aanval plaatsen. Het ziet er wel naar uit, hè. Aan de kant. Oh mijn, het is niet normaal. Perfecte hoek. 3-2. Hij krijgt dat geluk. Zie die redding van de keeper. Kijk die redding van de keeper. Hopper. Dit is niet wat ik was. Oh, hij kapt naar binnen. Wissel de juiste man. Ik wil Busquets. Ik krijg... Ja, wie dat ook is. Buitenspel. Die is buitenspel. Wissel de juiste... We hebben het gedaan. We hebben het gewoon uit handen gegeven. Het was gewoon te verwachten. Wel echt jammer. En dan kan je gaan nadenken terug over die... Nee. Over die kansen die Depay heeft gemist aan het begin. Depay had 2 grote kansen gemist. Torres 1 grote kans. En we spelen gelijk met 3-3 tegen Levante. We stonden gewoon voor met 3-1. We stonden voor met 3-1 en we geven het uit handen. Dat is... Nou, ik had het gewoon voorspeld. Ik moet je heel eerlijk zeggen... we stonden 3-1 voor, 3-1. En alsnog konden wij die voorsprong niet vasthouden. Tegen Levante, hè. We zijn gewoon ontslag. Ja, dan is het klaar. Dan is het gewoon echt klaar, man. Ik heb echt mijn best gedaan, maar als dit het is... Ik ben gewoon... Dit is langer geleden, man. Ik ga even rustig nadenken. Gewoon ontslagen, gewoon. En als je gaat kijken naar de laatste wedstrijd, was typerend voor het hele seizoen. Het lukte ons gewoon niet om wedstrijden te winnen. We stonden voor met 3-1. 3-1! We stonden gewoon voor met 3-1. Maar het lukte ons... Ik weet niet wat het is. Ik weet echt niet wat het is. Het lukte niet. We hebben het gewoon niet volgehouden. We waren bijna... Klaar met seizoen nummer 1, hè. Het was gewoon bijna gelukt. Oh. Maar goed. Het is klaar, man. Het is gewoon klaar. Ik ben ook misschien wel uiteindelijk... ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar... Het moest gewoon echt zo zijn, man. Ik heb er echt alles aan gedaan. Maar als je kijkt naar die laatste wedstrijd... Dan weet ik gewoon... Het was gewoon niet... het moest gewoon zo zijn. Dus we gaan het gewoon hierbij laten. Broskies, ik wil jullie wel sowieso hartstikke bedanken... Voor de steun. Support. Nog één keer, duimpjes omhoog, kunnen wij de 100 likes bereiken. Wat ik dus nu ga doen, ik ga me voorbereiden. Kijk, want ik wil wel beginnen met de Feyenoord Career Mode. De Feyenoord Career Mode / Mastery kan ik pas starten als die nieuwe patch, die ik dus gebruik voor Pro Evolution, je weet toch, PES 2021 Season Update, als die er is. En hij is er nog niet, dus dan kan ik kan hem dan nog niet starten, want er zitten te veel bugs. Foute dingen zitten er in die patch die is uitgekomen. En dat is dus de reden waarom ik nog niet kan starten met de Feyenoord Career Mode. Plus, ik wacht sowieso tot ik een serie heb beëindigd. Dus de Feyenoord Career Mode kan ik pas starten als die patch er is. We gaan ons nu voorbereiden op de serie van Club Brugge. En wanneer de Ajax Career Mode is afgelopen, gaan we beginnen aan het tweede seizoen met de Player Create. En het kan zijn dat ik misschien de Player Create terughaal naar de PC-versie. Want dan kan ik natuurlijk de tatoeages erop zetten en al die dingen. Maar dat zien we dan wel weer. Ik wil jullie sowieso nogmaals hartstikke bedanken. Kunnen we deze video krijgen naar 100 likes? De laatste aflevering is dat. Dus ik hoop het wel. Als je aan het kijken bent. Ja man. Dit is wel echt jammer. Ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik wou minstens 1 seizoen. Maar het is gewoon niet gelukt. Dit is wel echt een stukje geschiedenis op mijn kanaal. Maar hoe vaak ben ik ontslagen? Niet zo vaak.
Deze doet pijn. Deze voelt niet zo fijn. Broskies, hartstikke bedankt voor het kijken. En Malski. I will carry